It's all I wanna do. Yo, ik ben Chester en welkom bij weer een gloednieuwe Black Ops 3 video hier op mijn kanaal Chester. En vandaag spelen we op de map Combine een potje Domination. Maar zoals jullie zien speel ik met Game Wolf en Tim in het potje. Maar jullie horen alleen deze twee mensen niet. Ik ga spelen met de ARK High Caliber Silencer. Want High Caliber zorgt ervoor dat ik iets meer damage heb. En ik heb nog geen stok, dus vandaar die Silencer. En zodra ik dat heb, ga ik gewoon een stok en een High Caliber erop. Maar als eerst gaan we natuurlijk de C-vlag pakken. Mocht deze video natuurlijk wel vast leuk vinden, rand dan alsjeblieft de blauwe duimpje omhoog. Dat helpt me natuurlijk enorm. We gaan kijken hoeveel likes we vandaag op Black Ops 3 kunnen gaan halen. Vergeef me als ik af en toe... Ik loop gewoon voorbij. Doei. Nee! Nee! Ik en Rubens springen tegen elkaar op. Fuck you, Rubens. Fuck you. Maar, ik ben nog niemand tegengekomen, dat is kill nummer 1. Ik ga even mijn stun aan de andere kant van de map. Eén, twee, drie, vier gooien. Kom daaruit. Ja, capture kill, let's go, daar heb ik een UAV. Weg hier. Inkallen die vriend. Oké, dan gaan we hier naar de spawn toe proberen te komen. Dan heb ik ook een Hellstorm missile. Even wachten, ik heb bijna even mijn hand kunnen pakken. Let's go, ik heb al mijn streaks. Let's go. Ik heb ook Sixth Sense aan staan. Als ik nu dood ga, word ik bad. Komt ie. Wat wordt dit? Gewoon een multi misschien? Nee, geen multi. Een dubbel. Ik vind het mooi. Gooi gewoon dit ding in. Ik heb geen idee wat het is. Ik ga even met Tim op A. Dan heb ik nog een capture kill. Oh, dat is Tim. Let's go. Ik heb nog een UAV'tje erin. Hoeveel staan we? We staan 11 om 1. Let's go. We zitten met z'n 3 in het potje. Er joint geen enemy bij. Dus dat is op zich wel mooi. Let's go. Oh, mijn Talon heeft erin gekild. Of Talon. Ik weet niet hoe dat ding heet. Let's go, dat ding gaat beest van mij, jongen. Holy shit, ik heb ook mijn Tempest, maar die ga ik nog niet inkallen. Wacht nog even mee. Als je het niet erg vindt. Holy shit, we gaan lekker. Ik heb mijn Merciless, jongens. Oh! Wow! Big place, big place. Kut, enemies hebben een UAV. Nee, ik ben dood. Holy shit, 18 om 1 stonden we. Oké, oh nee, ja, die moet ik inkallen. En Rubens zit om hem te schieten. Fuck you, Rubens. Kom op, kom op, kom op, kom op. Dit ding gaat zo langzaam, hè. Oké, lekker, dubbel. Dit is heerlijk, jongens. Iemand dat daar special is, maar die heb ik even lekker gekild. Zit er één onder ons. Ja. Oh, hij heeft me ook nog. Hij heeft ook een ARK. Ik noem het gewoon steeds een AK, hoor. Want het is gewoon een AK, eigenlijk. Let's go. Ah, hij zit links van me. Shit. Holy shit, we gaan echt lekker, jongens. Vind ik echt heerlijk dat we lekker gaan. De eerste gameplay van mij was niet al te best op mijn kanaal. Maar, zo zie je, tweede gameplay. Dus ook gelijk het tweede potje achteraan. Vind ik toch wel chill. Zo zie je ook wat attachments kunnen doen met een wapen. Altijd mensen zeggen van ja, attachments doen niet zoveel. Ik ga even mijn annihilator inkallen. Ik vind het best wel een chill ding, maar soms zuigt hij ook heel erg hard. Net zo, maar nu niet. Oh, holy shit, ik had gewoon nog een kill erachteraan. Let's go. Hellstorm lekker erin.
Ik heb ook nog een nieuwe fietsje, dus dat komt helemaal mooi. We staan 31,5. Ik knal hem gewoon uit. Nee, geen kill, alleen hitmarks. Dat is jammer. De eerste ronde zit er bijna op. Holy shit. We gaan echt fucking lekker. Dit handwapen is ook echt sterk, by the way. Kom op. What the fuck? Ik ging tegen die kutbal rennen. Dat is af en toe wel glitchen, maar goed. Oké, eerste potje of eerste ronde zit erop. Natuurlijk gewoon gelijk door naar ronde nummer 2. Maar 33-6 is ons potje, of eerste ronde, laat maar zeggen. Kijk, de mooie killcam van Rubens, oftewel de Game Wolf. Holy shit, jongens. Met Sakura. We gaan wel lekker. 33-6 met 2 captures. Switching sides. Het gaat gewoon tot de 100 en dan switch van sides. Dan gaan we gewoon kijken. Laat sowieso alsjeblieft je blauw duimpje mogen achter voor deze zieke, maar dan ook echt een zieke gameplay. Want holy shit. Ziek is die. Oké, let's go. We hebben aangepakt. Rumas heeft ook een streakje. Oh, zag je hem zitten daar zo? Wat is daar voor wapen, man? Kan je dat zien? Dat is die SMG, man. Dat is die Weaver of zo. Nee. Ah, fuck. Met zijn crossbow. Of Tempest. Wat was het? Tempest. Ah, nu ga ik alleen maar dood. Lekker. Dit is zo kut, hè? Wegwezen hier. Jammer, jongen. Dus gewoon even wacht. Kan je maar makkelijk killen. Six Sense, achter me. Ja, achter me, maar fucking ghost of iets. Waarom stond hij nu op mijn Six Sense perk? Hij stond er wel op, maar normaal geeft hij dan ook nog een red bolletje aan. Dat geeft hij deze keer niet. En Tim, what the fuck? Waarom gaan we nu zo kut? Wat gebeurt er opeens? Ik ben weak. Ik vind het wel leuk dat ze die wallrunning elementen ook gewoon in de game hebben gedaan. Laat maar zeggen, dus. Weggestunt. Kom op, Rubens. Ah, Rubens, shit, dat had hem niet. Als Rubens hem 1 seconde eerder had gehad, dan had ik de B-vlag kunnen capturen. Ik ga alleen maar dood. Ik ga alleen nog maar dood. Echt waar? Get wrecked, mate. En dan worden we weer granaten op bakken gegooid. Nou, we gaan nog wel lekker. Wat heeft Rubens in scare package? Een UAV. Lekker, Rubens. Had een lekkere gratis UAV'tje, toch? Ik vind het van wel in ieder geval. Mijn granaat! Oh, die pleurde ik naar beneden, shit! Holy fuck. Kom op, Tim, je kan het. Ik zit er eentje hier zo. Lekker, Rubens, thanks voor de assist. Ah, de Tempest weer. We gaan echt gewoon 5 keer achter elkaar dood. Zo, ik doe maar weg, want het is gewoon hier zo, let op. Komt ie. Ja, ik zei het je. 1, 2, 3, 4. Uit je span gooien. Ik heb wel door, hoor. Zo, we hebben Remington. Ja, het is niet de Remington, maar het is gewoon de versie van de Remington. Kijk maar. Jammer dat dat weer in de game zit. Hè. Hij is echt slap dan wel, maar als je gewoon tegen iemand aanstaat, is het wel een one shot. Wat natuurlijk logisch is, want het is een shotgun. Maar wel jammer dat hij weer in de game zit. Maar ja. En Rumors heeft hem ook niet.
Maar hij zei gewoon. Zit op zee. Zit op zee. Dus pak ook B, dat laat ik niet toe hoor. Komt er daar net op. Let's go, capture kill. Let's go, come UAV. Teammate, waarom pak ik hem niet op B dan? Oké, mijn Hellstorm heb ik ook. Die kan me dan gelijk in. Beter gooi ik hem nu in mijn eigen bak. Want zo noob ben ik nog wel eens. Kom op. Eén kill maar. Oké. Oh, hij staat gewoon te wachten. Let op. Oh. Ik ga denk ik wel eens een keer switchen van specialist. Ik wil even wachten tot ik de annihilator heb. Of hoe dat ding ook heet. De annihilator. Annihilator. Geen idee. Dat is in ieder geval een soort van executioner. Dat ding is ziek, maar dan ook echt ziek sterk. Ik heb mijn tempers weer. Zo. Weg hier. Soms heeft het gewoon geen zin om te boosten, laat me zeggen. Ah, die tempers schiet zo langzaam, jongen. Holy shit. Dat wel, maar we hebben gewoon, kunnen we nog 50 plus halen. Zou mooi zijn. Moeten we even snel gaan, jongens. Kom op. Moet nou de spanning, moet nou de spanning. Moet nu de spanning. Nee, gaat niet lukken. Kut! Nee, het is niks niet gelukt. Nee, holy shit, 47-20 is de eindscore. Best wel chill potje, maar ik wil jullie vragen om je blauwe duimpje omhoog achter te laten helpen. Maar natuurlijk enorm. En hoop ik jullie ook te zien bij de video van morgen. Dus jongens, super erg bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Laters!